Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de wedstrijd voor de gouden VMP hier op Call of Duty Black Ops 4. In deze serie neem ik natuurlijk op tegen Ryan om zo snel mogelijk en als eerste de VMP goud te halen. En waarschijnlijk is dit de allerlaatste aflevering, want op dit moment moet ik nog 50 kills maken met 6 attachments en Ryan moet precies hetzelfde. Het gaat er dus van afhangen wie het snelste 50 kills kan gaan halen en wie dus ook deze serie wint. Dus heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zijn keiharde blij, ons ook heel erg gaaf vinden. Wil je dit nou vaker zien? Laat me ook sowieso weten in de reacties. En dan ga ik nu niks meer zeggen. Dan gaan we ons focussen en dan gaan we op naar het allereerste potje. Ons potje gaat beginnen op de map Contraband. Ja, ja, succes Ryan, succes jongen. Oké, dit wordt serieus echt serieus spannend jongen. Dit is de finale. Dit is de finale. Nou, dit potje gaan we het denk ik nog niet halen als ik heel eerlijk ben. Want 50 kills is echt wel veel namelijk. Maar ik heb er al 1. Alright, jij ook. Fair enough, fair enough. Ik denk als ze in onze rug komen. Ik ga even kijken. Ja hoor. Iemand gebruikt de flashlight. Pas op. Pas op. Dat is het enige wat ik kan zeggen daarop. Ojojoj, daar zie je helemaal niks meer jongen met die flashlight. Van allemaal bij mij hè. Ja, dan heb jij geluk. Nee, het zit allemaal bij mij. Huh? Waar is die vent heen? Ik zag hem. Oh, je gaat niet ontsnappen, vriend. Oh, er zit er nog één. Ik ga neer. Ik zei, hij gaat niet ontsnappen, maar er zat er nog één bij mij. Hé, Ryan. Oh my god. Ja? Ze lopen een beetje raar, deze mensen, kan ik je zeggen. Echt, die flashlight. Ik zie toch niks, jongen. Ga weg met dat ding, man. Oh, joh. Telt eigenlijk het mee als je nu een assist krijgt? Telt dat mee voor ook een kill? Of? Echt niet? Nee, je moet ze echt wel zelf afmaken. Oké, fair enough. Ryan, er komen er 2 op je af, alleen er ligt RazerWire, dus ik kan je niet helpen. Ik lag RazerWire, ik kon je niet helpen. Ik had er weer ik zat me daar te concentreren, joh. Oh, de flashlight. Oh, die vent gooit molotov op me. Wat? Wat doet die vent? Oh, die vent schoont. Wow. Ik ben nu heel erg benieuwd of ik kills jij eigenlijk. Ja, maar ik ga niet eens kijken. Ik durf niet meer te kijken. Dit is te spannend ervoor. Ik ga ook niet kijken. Oh, heb je een camo? Ja. Ja, maar niet voor de VMP? Nee. Echt, ga weg met die stomme shotgun van je, jongen. Ik heb hem nu deze keer. Teammate loopt RazerWire in. Ik weet niet wat hij van plan was, maar dat ging niet zo goed voor hem. Oh, maar ik dacht... Ik sta te campen. Ik ben echt bang nu, jongen. Die vent hing haar leeg. Ik wist dat niet. Ze hebben meerdere UAV's. Kijk uit. Eentje midden in de map. Ah nee, dat was... Daar komt die shotgun, man. Daar is die shotgun, man. Ik heb hem. Ja, ik heb hem. Die vent is echt super smerig, man, met die shotgun. En die flashlight is hard in deze map. Ja, je ziet er hele... Ik ben serieus geoond. Ik dacht 2 keer toe dat hij al neer was. Ja, ik ben nu vol geoond. Ze hebben nog meer UAV's, man. We hebben natuurlijk helemaal geen perks meer. We hebben niks meer, jongen. Ik heb geen RPG, nee, want die ga ik nu ook niet gebruiken als je het niet erg vindt. Ja, dat kost veel te veel tijd, jong. Ik ga niet goed. Ik zit te veel te stressen, jongen. Ja, jij zit weer te ownen. Oh, ik loop een tripmine in mijn spawn, jongen. Serieus. Ik heb hem vol geraakt, by the way. Ik heb hem. Ik heb hem ook. Ik heb hem. Had jij hem? Serieus, Ryan! Ja, het is wel een wedstrijd. Nu mag het. Nu is het fair enough. Ik had een molotov in de kop gekregen. Hierin. Hij zit daar. Die snipers hangt er nog, hè? Kijk uit. Nee, ik heb hem. Die was van mij, Ryan. Nee, de snipers is Ryan, snipers! Nou, ik ga je niet eens helpen, succes. Zoek het maar uit. Oh. Ik heb kills nodig, Jan. Oh, maar dit potje loopt ook zo traag, hoor. Ja, maar dat komt. Ja, die... Oh, nee. Had ik hem? Oh, ik had hem. Ik had je beter laten doodgaan. Ja, dat had je inderdaad kunnen doen, ja. Ik sta te campen. Is die snipers dus al weg? Had je iets water komen, denk ik? Van mij, Ryan. Van mij. Ik kan door de muur heen kijken bij de way hier. Spannen we mee. Kunnen jullie het hier al? OCG. Hij gaat ook mee. Ze lopen bij jou allemaal. Ik moet die kant op. Ik moet nu naar jou toe. Ze hebben nog een snipersnest. Ik moet ook rennen. Ik moet rennen. Nee. Zit allemaal bij jou. Ja, ze zijn allemaal wiep. Dus als ik kills wil maken, pak ze. Ik heb er 1. Dit draait echt gewoon om kills, hè. Dat is wel herrie geworden. Nee, ik wil geharpensheet! Oh, ik wil geharpensheet, jongen! Ja, ik kan misschien wel mijn Hellstorm op die snipersnest gooien, bij de way. Misschien is dat wel handig. Ja, ik ga het proberen, ja. Ik weet niet of dat raak gaat, hoor, maar ik doe mijn best. Nou, normaal kan je ze hitten. Ik zie hem. Ik zie... Oh, jawel, ik zie hem. Ik ga er doorheen. Ik ga er doorheen. Echt? Ja, ik ga door de snipersnest. Normaal zou dat moeten kunnen. Dat dacht ik inderdaad ook, ja. Maar ja, ik moet gewoon gaan rennen. Nee, hou je mond eens even. Ik zit helemaal te tryharden hier, joh. Ga nou even die snipersnest gewoon uit de lucht schieten, joh. Ga nou weg met die flashlight, bro. Oh, ik heb je ook nog. Jammer, vriend. Volgende keer beter. En in mijn rugje zat er een. Heb je naar het scorebord gekeken? Ja, dat is sterker dan mezelf. De vraag is dan, was dat positief of negatief dat je naar het scorebord keek? Ja, hangt er vanaf hoe ver je zit, hè. Ik heb alleen mijn kills gekeken, niet die van jou, hè. Oké, oké, fair enough. Ik word gemolotovd. Serieus, ik word gemolotovd. Die snipers zijn, hoe lang zit die snipersnest? Nee, ze hebben al heel veel snipersnest gehaald, want één iemand bij hun zit super vies te campen al heel de tijd. Die kunnen we ook niet killen, want ik weet überhaupt, ik weet niet eens waar die is, moet je nagaan. Die flashlight, hè. Ja, die flashlight is super vervelend, maar op deze map is die echt heel erg overpowered. Op de andere maps valt wel mee. Het is een map dit. Ja, dat sowieso. Maar dat maakt... Ja. Oh, you kidding me. Dat maakt het alleen maar spannender, hè, dat we op een scheidmap spelen. Pas op, die flashlight man zit hier. Ja, ik hoor je in de kast sleutelen en stel deze serie. Ik ben aan het omlopen. Die flashlight man moet neer, zitten allemaal daar. Ja, zet ze barricade of ze... Is op Lightning, ja? Ik heb alleen maar assisten, ja, ik zag het. Ik hoor het. Oh, precies daar! Nee, ik rende daar nog weg, man! Ik dacht, hij gooit hem toch niet echt naar hond? Ik heb de hond neer, ik heb de hond neer. Sowieso, er komt er hierheen. Ik ben bang voor die flashlight, man, jongen. Ik zweer het, jij kan ze nu allemaal in hun rug pakken, by the way. Ja, ik ben ze kwijt. Ik heb een rijshield, man. Ze hebben een UAV gehaald. Ik heb best wel nog veel kills, hoor. Ik heb ook best wel veel kills. Ja? Ik heb best wel heel erg veel kills. Heb ik er genoeg? Ja. Heb ik ze volledig doodgemaakt? Ja. Oh, ik word ge-RPG'd weer. Gaat lekker. Ik heb nog een UAV voor hier. Ik denk dat die gast met die shotgun weer aan het omlopen is. Pas op voor die gast met die shotgun, hoor. Dan gaat hij het weer omlopen. In het midden? Ja. Oh, daar rijdt een RCXD in het midden. Ik heb hem kapot. Oh, ik heb er nog eentje. Oké, chill. Ik heb er nog eentje daar. Hé, we gaan dit wel verliezen, maar het boeit me eigenlijk niet. Het boeit ook niet, maar deze zit oké achter. Ja, ze rennen niet meer door nu. Ze durven niet meer, want ze weten dat we aan het terugkomen zijn. Pas op, er zit er volgens mij eentje in dat raampje nog. Ja, die kunnen we niet killen met die VMP, hoor. Ik heb hem volgehit, niet neer. Ik heb die ook volgeraakt. Ik heb natuurlijk geen stimshot ook. We zitten hier vast. In onze rug komt die shotgun, man. In onze rug komt die shotgun, man. Ik heb er één midden. Ik heb er één midden. Ik ben bang voor... Wacht, hier. We kunnen door de muur heen kijken. Ik heb een gehit daar. Oh my god, ik zet dat gelden. Je gaat hier vier keer. Hé, wat doe jij? Ik ga hier staan, jongen. Oh nee, hij schiet je barricade kapot en ik stond erachter. Ik ging achter jouw barricade zitten, jongen. Oh, kijk uit, hier zit die shotgun man ergens, pas op. Nee. Ja, dat wil ik zeggen. Ja, die zit zo vies te campen, jongen, die gast. Dat gaat helemaal nergens meer over. Niet de laatste, want... Nou, ik heb die gast met die shotgun in ieder geval geraakt. Maar ze zitten ook nog steeds allemaal in het raampje. Oh, wat? Ik heb die shotgun man nog neer, die voor je vriend. Moet je maar niet zo vies gaan campen, jongen. En ik word gekild. Oké, wacht. Ik heb 37 kills. En Ryan heeft er 34. Maar de vraag is, hoeveel heb je erbij? Dat is de vraag. Ik ga wel redelijk in het buurtpak, joh. Kijk hem campen, jongen. Wat een viezerik is dit, jongen. Ik heb een idee, Ryan. We gaan niet kijken hoeveel het staat. We gaan gewoon door naar het volgende potje. En dan wordt het serieus spannend, jongen. Ik ga het zien. Oké, we gaan door naar game 2. De tweede game gaat ook beginnen op de map Melissia. Dus succes, Ryan. Dat is nu of nooit, hè? Ik heb voor mezelf gekeken hoeveel kills ik nu heb. En Ryan heeft ook voor zichzelf gekeken hoeveel kills hij nu heeft. Maar we weten het van elkaar niet, dus... Ik heb in ieder geval één bij. Dat is sowieso een... Ja, en ik heb ze niet. Oh, mijn teammate heeft ze ook niet. Ze zitten allemaal daar inderdaad. Allemaal in dat huisje, dus pas op. Ik heb de roeien aangezet, zodat ik snel door de map kan. Oh nee, ik probeer je te killstealen. Wij zijn zo nu vies bezig met elkaar, hè? Nee, killstealen. Goed zo, goed zo. Dat vind ik leuk. Ik ga naar Ryan, ik ga naar Ryan. Nee. Ja, ik heb hem wel verpest. Je ging neer, hè, daar. Ik heb hem. Ja, dat zag ik inderdaad. Ik ga echt in concentratie. Toch wel? Ja, ik ga in zweetmodus. Ik ga in zweetmodus. Ik ben serieus. Ik heb me denk ik nog nooit zo hard geconcentreerd. Maar jij bent zo'n tryharder niet normaal. Maar ik ook helaas. Dus dat is het probleem bij ons. Ik kan niet iemand kiezen. Nee, ik ook niet. Jij maakt double kills, dan maak ik. Maar we moeten wel even onthouden. Als je de challenge hebt, schreeuw jongens. Schreeuw. Ja, want er kan zomaar echt letterlijk een milliseconde tussen ons zitten. En dat willen we niet hebben. Nee, waarom? Ja, lekker. Ja, ik zag het aankomen. Ik zat mijn leiding daar te gooien. Kijk, ik heb ze nu. Ik zag het, jongen. Nee, nee, daar heb ik niks aan. Maar ik probeerde je te killstealen. Maar ik zag dat je al neerging. Dus vandaar. Daarom wist ik dat ze daar zaten. Rij mij kills. Ja, nee! Oh, you're kidding me. Nee! Wat doet hij daar? Ik heb hem. Ik heb hem. Hey, 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 hey. Pas op, hè, vriend. Pas op, hè. Oh nee, die was super slecht. 3 man in dat huisje. Ja, ik ga je tips geven. 3 man. Nee. Oh, hij is er niet. 4 man. Ze zitten allemaal daar. Die teammate rent er ook gewoon volle vaart in. Wat doet hij dan? Kijk, hij zit de Firebreak binnen nu. Nee, ik ga weer dood, hè. Ik ben niet te snel gaan. Nooit! Ik heb... Nee, ik kon ze allemaal hebben. Oh, waarom keek die achter zich? Zitten nog steeds allemaal in het huisje. Er staat een spawnbeacon namelijk, bro. Ja, ik heb er weer één. Oh, hij stond er nog wel. Nee, serieus. Nee, nee. We gaan slecht, hoor. We zitten te veel te stressen hiervoor, joh. Dit is echt niet goed voor je, dit. In de groep gaan. Enemy UAV above. Nee, ik heb er wel niet. Oh, jij wilde gaan, ik wilde gaan, jongen. We zitten zo dom te spelen, maar... Oh, ik zit zo knijterhard te stressen, jongen. Nee, ze zijn weak. Oh. Ze hebben een persnest alweer. Hoe erg zitten die enemies steeds te campen tegen ons? Wij zitten te hard erop af te rennen. Ja, maar ons team doet waarschijnlijk echt elk potje gewoon helemaal niks, man. Zij kunnen niet zomaar een snipersnest krijgen, namelijk. Eigenlijk. Nee, ik weet, oh, Ryan wordt gekarkt. Ik hoor het vanaf hier. Nee, ik kwam in de rug, ja. Jan, maak even geen kills ofzo. Ik heb er 2. Nee, ik ga weer door. Nee, ik ga dit nooit winnen. Ik ga veel we worden allemaal gepurified. We worden lekker. Allemaal gepurified door één iemand. Nee, niks lekker. Nee, 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 nee. Niks lekker, jongen. Oh, die snipers zijn target mij. Dankjewel. Ik zag de laser al hangen. En dit is vies, jongen. Wat als we dit potje niet halen, is best wel slecht. Ik heb er weer 2. Nou, ik heb hem denk bijna, hoor, ik zweer het. Nee, die sniper blast. Ja, die is echt vervelend, ja. Ik sta ook gewoon te campen hier, want ik weet niet wat ik anders moet doen, hoor. Wat killt mij nou dan? Oh, er stond er nog één naast me! Oh, nooit. We staan ook gewoon achter, jongen, maar wij zitten veel te zweten hiervoor. Dus denk, we spelen nu echt gewoon onze slechtste Call of Duty ooit. Alleen maar door deze uitdaging. Leef je nog, Ryan? Leef je nog? Ja, ja. Ik hoor je helemaal niet meer praten, jongen. Ik hoor hem helemaal niet meer praten. Ja, dat heb ik door, ja. Ik hoor je gewoon helemaal niet meer. Ik dacht, weet je nog wel, joh. Ik dacht, die is weggegaan. Ryan? Nee, dat meen ik niet. Ik heb hem! Ik heb hem! Ja, nee, golden camo stond in mijn beeld. Ik heb hem. Ja, ja. Nee, ja, ja, bro. Nee. Ik heb hem. Let's go. Ik zweer het, ik heb hem. Yes. Ja, ik zweer het. Ik maak geen grapje. Ik heb hem ook. Nu? Heb je hem nu? Ja, het scheelde 2 kills. Ik heb hem net iets hier gehaald. Echt net. Oh, nee. Meen je niet? Ja, 2 kills. Oh, mijn god. Nee. Er zit 3 rechts, rechts, pas op. Dat vind ik poep echt waar, jongen. Nee! Ja, jongen. Nee. We zaten zo dicht bij elkaar, jongen. Dat is echt niet normaal, als het er bij jou, pas op. Die snipersnest heeft dus verpest voor mij. Ja, maar daardoor ging je een paar keer neer, of niet? Ik spande helemaal slecht. Ik spande steeds aan die zijkanten. Ja. En ik kwam er niet bij. Ik kon niet naar de enemies, want anders kon ik niet. Ja, die Purify. Hoe vaak hebben we nu Purifier, jongen? Wow! Ja, dat heb ik door, jongen. In deze map blijft hij in die gebouwtjes lopen. Dat is wel slim van hem. Maar die gast die heeft het 100.000 keer, man. Oh, ze hebben een UAV, net als ik hier loop. Serieus. Ja, deze keer wist ik het, vriend. Oh, er zit er nog één bij me. Nog één bij mij. Ik word getampt, dus nog twee daar. Ze komen nu naar mij op afrennen. Ja, bij mij. 3 man, 4 man. En nou één achter je. Nou, dat houdt wel in dat de serie erop zit. Ja, dat wel. Maar wat we gaan doen, we hebben namelijk nog een plannetje verzonnen. We gaan zo meteen nog een potje spelen, dat is potje nummer 3 in deze video. En daarin gaan we natuurlijk nog wel even met de gouden camo spelen, want we willen hem wel voorzien. Ja, ik wil hem ook wel voorzien. We hebben al die moeite hierheen gestopt. Ja, daarom. Maar dat wordt natuurlijk wel eventjes een zweetpotje, want dan hebben we weer onze eigen attachments en onze eigen perks. Ja. Dus het volgende potje wordt het zweetpotje. Tegen de meeste kills gaan. Dan doen we na dit potje een wedstrijd met onze eigen class wie het beste gaat, ja? En dan... Is dat de master VMP'er? Wat zeg jij nou? De normaalste VMP'er? Oh, de master VMP'er. Nee, ik heb dit gewonnen, Ryan. Sorry. Ja, ik kan ook iets van. Je wint toch nog wel wat, jong? Ja. Misschien dit potje kunnen we nog wel winnen. Ik heb nog een UAV ingeroepen. Oh, nevermind. Ja, ik kan het wel zien. De road to cold en puntje, puntje, puntje. Ja, de volgende serie win jij. Ik moet wachten tot ik kan healen, maar ik kan niet healen helaas. Wat? We hebben het wel goed gespeeld, eerlijk is eerlijk. De serie is voorbij, Jan zit nog te zien. De serie is voorbij. Ja, nu zit ik weer gewoon normaal te zweten, zoals ik eigenlijk altijd doe. Ik zit nu gewoon weer even te tryhard, want ik heb mijn leidingstrijk. We kunnen dit namelijk nog winnen, daar gaat het mij even om nu. Ja, maar ik kan niemand winnen. Oh, you got this, hondje pak hem. En in één keer schiet je alles raken. Ik schiet nu ook alles raak. Ik ga nu weer lekker. Ja, ik wacht, we kunnen dit nog winnen. Ik heb een Hellstorm. Ja? Ik heb er één mee. Ik heb nog een Lightning. Allemaal het huisje inderdaad. Kut, man. Ze gaan campen omdat ze weten dat ze dit gaan verliezen gewoon. Dan ben ik. Ik heb er nog eentje. Oh, ja, we hebben nog gewonnen ook. Ja. Let's go. Oh, we gingen weer even zweten. Hey, man, ik had gewonnen. Jij had je challenge ook gehaald. Ja. En toen gingen we weer zweten. We hebben alsnog gewonnen, jongen. Let's go. Je ziet het gewoon door die stress. Speelden we zo fucking slecht, jongen. Ja, maar weet je wat het is? Het hangt nu om snelheid. Je moet snel kills maken. Ja, nu moesten we er gewoon inrennen. We hoefden geen headshots meer. We moesten gewoon 50 kills. Dat was het. Kijk, mijn spray. Maar op zich hebben we dit wapen wel nog snel goed gehaald. Ja, we hebben hem echt wel snel gehaald. Ja, met de hoeveel potjes die we hebben gespeeld. Maar we gaan dus even de gouden camel aanzetten. Onze eigen class. En dan zijn we terug met het laatste potje. De serie is afgelopen, maar de gouden camo is binnen. Ja. Kijk eens aan. Oh, wat mooi toch weer. Wat mooi toch weer. Ik weet niet meer hoe dat werkt. 1 keer pijltje naar links. Oh, wat mooi. Oh, ja. Oh. We zijn ook een beetje raar af en toe. Maar we moeten wel winnen, hè? Ja, dit is even het zweetpotje. Kijken wie er de meeste kills kan pakken, Ryan. Of bij elkaar gaan we voor de 80, ja? Bij elkaar 80 kills. Bij elkaar 80, ja, dat kunnen wij. Oh nee, Jan. Laat eens wat voor mijn persoontje erin zit. Wat zit erin? Zit er één midden in de map? Wat zit erin? Iemand met een shotgun en een flash. Oh, er zat er één te campen in dat kamertje. Hij loopt nu door het politiepakje. Oh, ik zie het, de shotgun. Ja, je wordt gekillt door die shotgun. Weer met flashlight of? Ja. Oh nee, hè. Haat het. Oh, hij staat gewoon naast me! Wat? Hij staat er echt... Nee, hij staat echt zo hard te campen! Oh, nooit! Hij staat weer te campen. Echt, maat. Ik heb je nog geoond ook. Ze liggen daar op de grond. Pas op, ja, pas op. Dit zijn hele vieze campers. Wow, yo. Oké, dit wordt even 80 kills bij elkaar heen. Kom op, we got this. Easy. Easy? Ja, easy. Ik ben vergeten Stimshot aan te zetten, by the way. Oeps. Oh, ik ook. Dat is niet handig, hè, dit? Nee, dat is zeker niet handig. Of een specialist. Nu de Prophet met de Tempus natuurlijk. Ik Outrider. Daar in dat gebouwtje te kijken. Oh, er ligt hij in de tripmine. Oh, ik kan er gewoon langslopen. Wacht even. Ga naar boven springen. Nee, ik ben nu naast ze. Oh, lekker GG. Midden in de map nu. 2 man midden in de map, Rij. Ik heb er 1. Staat er nog één. Rechts nu van de... Nee, rechts. Ja, ik ben nog boven. Ik ben nu zelf aan het campen. Oh, die gast midden in de map is zo knijtertje wiek, jongen. Was niet dat ik nou de eerste was. Oh, 3 man midden in de map wiek! Ja, oh, ze hebben ook Ik heb een counter ingeroepen. Ik sta vies hard te campen nu, jongen. Spijt me zeer enemies, maar... Nou, redelijk lange map, of grote map, zeg maar, voor... ja, helemaal. Zijde. Bij die tank staat er sowieso één, achter die tank. Hij gaat naar boven, hij gaat naar boven. Dan ga ik ook naar boven. Oh, ik spring twee keer verkeerd, hè. Oh, is hij naar beneden? Heb je hem? Ja, ik heb hem. Ze spannen daarin. Ik beter fastmax kunnen opzetten. Ja, extended max vind ik wel chill. Als er dan 3 mensen of zo lopen, kan je ze letterlijk met 1 ammo clip alle 3 killen, man. En achter je moet de kills teamen. Ja, kom maar. Mijn karretje gaat, mijn karretje gaat. Hey. Ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen. Ik heb hem getempest. Oh, ik hoop dat je hem goed had geraakt. Ja, ik had hem nog niet geraakt. Nee, nee, hij gaat niet neer. Hij gaat niet neer, overleefd. We kunnen... Nee, ik heb hem nog, ik heb hem nog. Er lag er nog en er zit er nog en er zit er nog. Ja, GG. Ik heb snipers ingeroepen, ja. Ja, nu krijg je hem terug. Ik heb... Ja, maar nu heb ik mijn eigen streaks en alles. Hè. Dus nu kunnen ze hem terugkrijgen ook allemaal. Bij mij weer. Zo, die vent die zat te trollen, jongens. Zag je dat? Oh, nog meer! Eentje naar binnen. Oh nee, Jan! Ik heb ze, ik heb ze, ik heb ze. Was je neer? Ja. Oh, kut. Sorry. Dat was mijn schuld. Ja, sorry. Ik heb geen stimshot aangezet. Dit is zo dom, jongen. We hebben dus eigenlijk nog niet onze eigen klassen. We zijn vergeten stimshot. Hoe kun je dat vergeten ook? Die game is al 2 jaar uit en we vergeten dat nog steeds. Eentje bovenin daar. Zet je ook nooit stimshot uit. Nee, klopt. Normaal, je hebt hem eigenlijk altijd aanstaan, inderdaad. Dat klopt. Je zit daar boven, hè? Nee, links. Oh, maar waar, ze rennen ook helemaal om, hè? Ja, ze rennen. Ja, ze blijven nu natuurlijk binnen, hè, vanwege die snipersnest van me. Spannen weer helemaal achterin daar, volgens mij, bij die fontein. Niks! Ik heb nog een snipersnest, by the way. Echt? Maar jij gaat. Ik ben ze even aan het pakken, jongen. Serieus? Oh, 3 man in de kerk. Hoe kan daar nu een trip, man? In dat gangetje of niet? In dat straatje. Ja, ik wou die kapot schieten, maar ik miste hem per ongeluk. Dus jij bent er nu weer gelopen. Nee, er staat daar een barricade. Oh, wat de heck doet hij daar, jongen? Ja, ik weet niet. Er staat daar een barricade. Dus normaal zou die kapot met die kant door de barricade. En er zijn 6. Nee, maar een tripmine gaat niet kapot door de barricade, ja, hè? Teammates zijn er gewoon langs gereden. Oh, ja, nee, dat klopt. Maar dat zijn teammates, hè? Dat weet je eigenlijk ook wel. Ik wou er ook net een kapot schieten, maar per ongeluk schoot ik mis toen had ik laat me zitten. Ik weet wel niet hoe die mensen lopen. Ik zit hier rondjes te rennen op de deuzen. Niet gaan campen, vriend. Dat vind ik niet leuk van je namelijk. Dat is nou je eigen schuld. Er loopt een hond midden in de map. Loopt een hond achter je aan. Achter mij? Ja. Ik ben bang voor honden. Ah! Oké, goed zo. Nee, die zat die echt heel tijd achter. Die zat daar echt heel tijd achter. Oh, die hond! Nee! Jan valt op, hond. Ja, thanks, thanks. Ik dacht, ik ga even achter... Auw. Ik dacht, ik ga even achter jou aan, maar... Toen kwam die hond naar mij toe. Oh, dus zo kan ik hier niet op. Zit er nog steeds een bovenin, nog steeds daar een bovenin. Moet je reloaden, vriend. Ja, GG. Dan ga ik weer naar beneden. Oh, je had er zelfs 2 of niet, joh? Oh, je hebt ze alle 3! Oh, ze zaten alle 3 in dat kamertje, toch? Ja, ze zaten daar. Wat een vieze rikken. Ze gaan allemaal dat gebouwtje in, man. Ze gaan allemaal campen. Ja? En hiervoor opwachten, want dat wist ik. Oh, er was er 1 te veel. Anders had ik ze allemaal gehad, jongen. Ja, we worden gehackt. Die snipersnest gaat eruit dan, ja. Maar dat is niet erg. Die hebben we niet nodig, joh. Kom daar aan. Kijk, daar raap je durft te niet campen met je stomme politiepakje. Kom op, je werkt voor de politie, bro. Lag er nog één? Oh, daar ben ik langs gelopen dan. Die camera is helemaal aan de yo. Daarom heb ik dus extended max. Oh, je was net te laat, dat is niet erg. Nou, we zijn ze nu wel wat harder aan het pakken dan toen de eerste 2 potjes draaien. Dat is sowieso. Dat die camera is vet, hè, met die bliksem. Oh ja, dat is helemaal bliksem inderdaad. Ik weet niet waar ze zijn. Hebben jullie UAV? Lekker, die hebben we nodig. Ah shit, ik heb je ook aan mijn voet. Lekker random ook weer, jongen. Want ik gooi mijn karretje naar binnen, er zitten er 2 te campen namelijk. Ah, ik heb in hem een Sparrow. Ik heb er 1. En dan heen rechts. Die heb ik ook, dankjewel. Nice. Vieze rikken zijn dat, jongen, echt waar. Zitten hier hoor, zitten hier. Komt hij daar boven hoor, let op. Oh, ik hoor die geen vis. Oh, 3 man! Ik heb een Sparrow! Kom maar aan. GG Ryan. Nog één! Net een vlammenwerper, pas op, vlammenwerper, rechts! Rechts! Ik weet als het niet erg vindt. Oh joh, hij heeft 3 man jongen met dat vlammenwerpertje van hem. Ja. Maar ze gaan dit niet winnen, dat staat sowieso wel vast. Dat niet. Als dit nu nog verliezen, gaat er iets fout. Ja, dat ligt ze proberen mee. Back te riepen. Ze zitten nog steeds in die gang. Back te riepen. Ja, sorry, ik zit me weer te focussen, jongen. Back te riepen. Back te riepen, ja, ja. Ik heb eigenlijk daar niet zoveel van. Hij komt er ook niet veel tegen. Dat is het probleem. Doorrennen, jong, kom op. Volgens mij hebben wij die snipers steeds verschillende kills gemaakt. Nee, die hebben er echt niet veel gepakt, helaas. Het ging allemaal binnen zitten. Maar iemand zit met een knife, iemand kijkt het niet. Oh, ik miste hem, dankjewel teammate. Thanks. Nou, dat was het potje. 3 kills. Let's go. Easy peasy, jong. Moet die boven kan ik nog eens kogel met mijn temper schieten of is dat te laat? Dat is te laat, helaas. Zit daar boven, 2 boven. Eentje is naar beneden gesprongen, de andere is naar beneden gesprongen. Dan komt hij weer naar boven. Oh, nee, hij loopt nu helemaal om. Hij durfde niet meer, we hebben hem bang gemaakt. Afgelopen! 33. 49. En we wel de 80. Hey, inderdaad, we hebben wel de 80. Ja, kijk. Lekker hoor. Ik kwam niet veel mensen tegen, dat is het probleem. Ja, nee, klopt. Je moet altijd een beetje geluk hebben hoor. Want je moet net op de goede plek komen. Want anders moet je weer helemaal naar de andere kant van de map rennen om weer mensen tegen te komen. Ja. Zo. Daar moet je nooit naar boven klimmen gewoon. Dat gaat altijd fout. Maar in ieder geval, Ryan. Dat is wel het einde van letterlijk deze hele serie. En het was inderdaad heel erg leuk. Echt plezant, ja. Dus mochten jullie dit nou vaker willen zien met misschien wel een ander wapen, laat het ons sowieso weten door middel van het duimpje omhoog. Een sniper, oh nee. En natuurlijk in de reacties, laat daarin het wapen achter. En dan zit deze serie er wel weer op. En ben ik de winnaar! Ja, ik moest het er nog even in wrijven, gewoon, sorry. Ja, je hebt maar het was wel gezellig. Je hebt de eer. Dankjewel, dankjewel. Maar misschien de volgende seizoen niet, je weet het niet. Dus ja. Kom maar op, kom maar op. Bedankt allemaal voor het kijken in ieder geval. Bedankt allemaal voor de support. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Vergeet ook niet te abonneren op Reizenkanaal voor meer. Rammel die like op beide kanalen. En tot...